voor mij is het vooral mijn moeder. Ze wil een diploma van me, dus dat ga ik voor haar regelen. Stel je voor, je kan alles worden wat je wil en je hebt er geen diploma voor nodig. Wat zou jij dan gaan doen? Een handmodel, maar mijn handen zijn niet echt zo mooi. Maar het verdient wel goed, had ik gehoord. Ik zou dan iets met een eigen kledingmerk doen. Ik denk dat ik... handelaar. Tuinier zou worden. Ik zou in de politiek wel heel erg gaaf vinden. Vroeger had ik zelf altijd de droom om profvoetballer te worden. Ik zou weddingplanner willen zijn. Eigen onderneming opstarten. Waarom zit je al die online lessen hier nog te volgen? Goede vraag. Dat begin ik me nu ook steeds meer af te vragen, want uiteindelijk wil ik toch iets voor mezelf doen. En dan is dat papiertje helemaal niet zo belangrijk. Als je later een baan wilt, is het echt vaak nodig dat je even een diplomaatje op zak hebt, dus dat vooral. Een studieschuld. Mijn ouders vooral, die wilden toch van diploma. En hoe belangrijk denk jij dat het is om in deze tijd nog een diploma te halen? Voor wat ik zelf doe, is een diploma helemaal niet belangrijk. Daar is eigenlijk gewoon, als je online iets hebt staan, bijvoorbeeld een website of zo, en daar laat je gewoon je werk zien, dan is het eigenlijk al genoeg. Ik denk dat het je een houvast kan geven, maar ik heb ook ingezien dat het niet de enige manier is om een living te maken, om te doen wat je uiteindelijk wil doen. Ik heb ooit gehoord dat een VMBO-diploma 40.000 euro waard is. Ja, je kan wel dingen jezelf aanleren en zo, bijvoorbeeld grafisch design. Bijvoorbeeld, je hebt het ook nu met crypto, dat het allemaal zelf te vinden is en dat er allemaal je hoeft er geen diploma voor te hebben. Ja, het is gewoon normaal natuurlijk om te gaan studeren. Achteraf weet ik niet of ik het nog gedaan had, helemaal ook de kosten die eraan verbonden zitten. Ik vind het niet echt meer zoveel waard hebben. Ja, puur omdat het een papiertje is dat ingescand is op de computer. Hier een nieuw toekomstplan. Ja, je hebt me wel op ideeën gebracht. Dus misschien dat ik dat wel ga doen.